Schiet maar. Schiet er maar op los. Dat is één. Hey blokken gamers en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Het is al een tijdje geleden dat ik deze game heb gespeeld, dus ik weet ook niet precies waar we ook alweer mee bezig waren. Maar ik zat er eventjes dit lijstje naast te kijken. En ik zie dat er 5 bezoekers aanwezig zijn in 2 groepen. Nou, de bezoekers hebben wij hier, die kunnen wij later nog een keertje uitbreiden ergens. Er staan hier 9 gevangenen komen in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Maar zover ik nog weet, hebben wij geen vervroegde vrijlating dinges. Die kunnen wij eventueel hier maken. Dat we hier allemaal hokjes met vervroegde vrijlating maken. Of hier. Dat we hier gewoon allemaal hokjes maken voor vervroegde vrijlating. Hier zo naast. En dan kunnen we hier een weggetje naast maken, zodat ze daar naartoe kunnen lopen. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan kunnen we aan deze kant kunnen we weer een gloednieuw cellenblok maken. Want het is nou eigenlijk nog een beetje een hele grote gevangenis hoor. Het kan natuurlijk altijd groter. En deze zijn nog aan het, hoe heet dat, aan het inrichten. Dus daar kunnen we zometeen ook weer extra gevangenen toevoegen. We hebben een capaciteit van 132. Dus dan gaan we voor 125. Krijgen we 18.400. Nou. Dat is toch mooi. Ja, ja. Zo, dan moeten we deze natuurlijk aangeven als cellen. Zo. Trouwens, hebben we veel meer mensen. Ik wil nog meer. 157. Dan doen we 145. Ja, mooi. $30.000. Top. Maar wat wij dus gaan doen, is vrijlating doen. Vrijlating hebben we er blijkbaar al 8 van. Oh, die hebben we hier al. Oh, dus die hoeven we nog helemaal niet te doen. En deze heeft nog geen water, zie ik. Waarom heeft hij geen water? Hij zit toch aan het water vast? Hot water pipe. Dat doet iets hoor. Oh, die hebben natuurlijk ook normaal water nodig, uiteraard. Tuurlijk. Hier, kijk eens, vriend. Als je nog geen water hebt, krijg je dat van mij. Maar ja, dus. Wat is hier meer aan de hand? Oh, er moet daar nog een stenen muur. Zo. Och, er zit er weer eentje te vechten, hoor. Hey, een tunnel. Dat is niet de bedoeling, een tunnel. Waar kun je dat ook weer doen? Materialen, geloof ik. Een tunnel. Nou, als we dat doen, dan doen we direct grondig onderzoek. Ben ik eventjes benieuwd of ze nog wat vinden. Maar wat ik daar zit te denken, hè. We hebben hier nou een heel groot cellenblok. Hierzo. Dan hebben we hier een nieuwe kantine. En hier hebben we ook een kantine. Dus kunnen wij al distributie van eten. Die kunnen daar naartoe, die gaan daar naartoe. Ja. Maar deze, die hebben nog geen dingetje. Maar dan komen we, dit is dus blijkbaar één groot cellenblok. Dus dit is dan voor die en die. Of dat is deze al, dat denk ik. Dus dit cellenblok en dit grote cellenblok gaan daar naartoe. En dan gaat dit cellenblok, schoonmaakkassen zo gaan allemaal daar naartoe. Dus. Wat we dan wel eventjes kunnen doen, we hebben nou 1 douche. Of 2 douches hebben we. Dat we een grotere douche maken. Dat we deze douche weghalen. Dat we daar een ontvangstruimte of zo weer wel. Zo'n groepsruimte van maken. Dus dan is dat geen dingetje meer. Mag deze weg? Moet ook weer even kijken wat hier ook weer aan de hand is hoor jongens. Want dit spelletje heb ik ook al een tijdje niet meer gedaan. Binnenruimte leegmaken. Dat mag allemaal weg wat hier staat. Hebben de werkmandjes mooi wat te doen. Zo. Eigenlijk vind ik het ook wel leuk als we van die vloeren doen. Maar ja, daar hebben we geen geld voor. Weet je hoeveel dat kost, die vloeren? Nou, heel veel. Die hebben nog geen stroom, zie ik. Dus die krijgen dan ook eventjes stroom. Oh, moet je inhouden. Hier zit er eentje voor een vrijlating. Wat ik dan wel eventjes wil doen, is dat we hier eventjes een patrouille laten lopen. Oh, is er al. Oké. Hier in de kantine ook. Nee, dan doen we dat ook. En een gewapende patrouille. Hebben wij zoveel. 1, 2, 3, 4, 5. Hebben wij de. Oké, dan moeten we eigenlijk dus meer van die kluisjes doen.
wapenkamer. Dan moeten we wat meer van die kleusjes doen. Want we hebben natuurlijk van die mannetjes nodig. Waar kun je dat ook weer vinden? Bewakingskleusje, juist. Hoe kun je ook weer... Oh ja, met R. Dan kunnen we wat extra mannetjes inhuren. En zover, volgens mij is dit ook de eerste Prison Architect die ik weer met mijn nieuwe videokaart aan het opnemen ben. Heb ik dat goed? Volgens mij wel. Vriend, wat doe jij daar? Ga weg. Kst, je mag daar niet zijn. Verhangerd. Ja, dan pak je toch wat eten, vrienden. Ligt hij toch zat? Denk ik. Jongens, waarom hebben jullie geen eten? We hebben 4 koks. Hoeveel koks zijn hier dan? 1, 2. Oké, dat wordt zometeen vechten. Maar waar gaan die koks nou allemaal naartoe dan? Gaan ze nou allemaal naar die andere? Of halen ze nou nieuw eten op? Ik weet het niet. Er moeten nog 2 plaatsen moeten nog onderzocht worden. Welke 2 plaatsen zijn dat? Oh, hier. Ja, dat maakt niet uit. Dit kunnen we wel verkopen. Voorwerp verkopen. Voorwerp verkopen. Maar dan kunnen ze toch niet bijkomen. Moet er nog meer? Nee. Volgens mij niet. Maar ja, ik zit zo te denken, wat kunnen we hier eigenlijk doen? We zouden hier een groepsruimte van maken, heb ik gezegd. Dus dan doen we dat ook eventjes. Groepsruimte hebben we er 1 van, maar daar wil ik er nog eentje van. Dan krijgen ze daar 1 poeltafel. Hier zo. Een brede bank. Die kant en die kant. En een telefoonhokje. Van mijn part. Daarin. En een tv. Heb je die? TV. Televisie. Ja, die pleppen we daar hier niet aan. Kunnen ze hier zitten? Dan kunnen ze vanaf daar kunnen ze dat kijken. Maar ik denk dat we ook een grotere eenzame opsluiting moeten hebben. Je ziet trouwens ook wel een goed idee voor, hè? Kijk, als wij dat dan hier doen. 3. Dan gewoon 1 grote eenzame opsluiting gaan doen. Dan kan die andere daar eventueel ook weg. Maar dan wordt er wel heel groot, hè? Kan wel, maar. En dan moet dit 3 breed. 1, 2, 3. Moet dan eigenlijk zo, hè. 3. Nee, niet daar. Is allemaal veel te lang. Daar eentje. 3. Dan zit 1, 2, 3. Dan wordt dit een eenzame opsluiting. En dan gaat dit hier dicht. Zo, dan wordt dit onze eenzame opsluiting. Ik denk dat dat wel genoeg is, hè. Dan doen wij dus zo. Dan doen wij 1 grote gevangenisdeur. Daar. Dan krijgen ze energie. Dat doen we dan hier. Zo. En je sluit dan daarop aan. Maar waarom kunnen ze die 2 plaatsen nog niet vinden dan? Jongens. Ja, stop er maar mee. Die 2 plaatsen. Wat maakt dat nou uit? Wijs 3 gevangenen toe aan een keuken. Kan dat? Ik weet het niet. Ga eens weg, Steam. Werk. Logistiek. Gevangenisarbeid. Zijn er 2 gekwalificeerd? 1, 2, 3. Krijg ik daar weer geld voor? Ik heb in ieder geval weer iets geld. Kijk of we nog een paar van die... subsidies hebben. Celblok D. 200 gevangenen. Dat hebben wij nog niet. Investering op lange termijn. Fabrieksafval gevangenen. Hervorming van onderwijs. Cijfer voor overheidsbeveiliging. Honden. Handjes hebben wij ook nog niet. Ik doe dat ook zo meteen. Stenen muur. Voor de eenzame opsluiting. Zo. Zo. Ja,
dan hebben we hier een mooie eenzame afsluiting. Dan hoeven we daar ons ook niet meer druk om te maken. Kost heel wat, die deuren, maar dan heb je ook wat. Die moet er weg, die moet weg, die moet weg, die moet weg. Niet slepen, Lars, dat heeft geen zin. Die weg, daar. Nee, niet daar. Bam. Moet daar nog allemaal van die stenen muurtjes. 1, 2, 3, 4. Nou, hebben we hier mooie eenzame opsluitingen, dacht ik toch, of niet? En dat ventje is weer aan het trippen hun. Voorwerpen verkopen nou weer. Ja, we moeten hier echt eventjes een personeelsdeur in doen, want... Personeelsdeur. Zet die personeelsdeur erin, jij. Hup. Waarom zie je geen stroom? Heb ik er stroom aangelegd? Nou, dan doen wij hier nog eventjes van die eenzame opsluitingen. Waar zijn die? Waar zijn eenzame opsluitingen? Daar zijn die. Nee, niet daar. Zo. Eenzame opsluiting. Hartstikke mooi. Dan komt hier nog eventjes vijf wagens erbij. En dan gaan we zo nog eventjes hondjes doen. Wordt iets langer dan 10 minuten. Mag jij ook wel. Ja, dan zouden wij eventueel deze eenzame opsluiting weg kunnen halen. En dan kunnen wij hier een hondenruimte van maken. Maar dat is niet zo heel erg efficiënt eigenlijk. Doe dat hier bovenaan. Heel wat hondjes. Dat is leuk. Zo. Mogen ze dat bouwen, dan kunnen ze via de groepsruimte kunnen ze erin. En dan wordt weer gevochten. Goed bezig, jongens. Sterfgevallen 2. Ja, dat is vervelend voor jullie, jongens. Schiet maar. Schiet er maar op los. Dat is 1. Ja, maar kijk, ze zitten ook allemaal hier, hè. Ik snap dat niet. Nou, wordt dat ook vechten. Schiet ze allemaal neer. Oh, onze vrouwtje is dood. De schoonmaakster. Nou, dan moet ik een... En één kok is dood. En de schoonmaker is dood. Zo. Ja, we moeten hier gewoon echt eventjes... Eentje hier rond laten lopen. Zo. Jongens, doorbouwen. Het is ook altijd hetzelfde met die lui, hè. Allemaal bloed. Sorry. Maar ze gaan ook allemaal hier staan. Ik snap dat niet. Ja, wat ik daar eigenlijk moet doen is... Die lozen, die lozen, die lozen. Dat ze niet allemaal hier voorin gaan zitten. Want ze pakken de dichtstbijzijnde douche. En als ze die dan helemaal voor bij de deuren zijn. Ja, dan snap ik het ook wel. Halen we die nog eventjes weg. Dan halen we die weg. En dan halen wij deze muren ook weg. Zo, is de hondenkamer al klaar? Ja, die is klaar. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we daar een hondenruimte van maken. Of hondenkennel, of hoe dat ook heet. Bonkikkerij. Kennel. Je hebt honden nodig. Heb ik die nog niet ontgrendeld, hè? Oeps, die heb ik nog niet ontgrendeld. Intelligentie, surveillance. Hey, er is er eentje, heeft een overdosis. Ja, dat is vervelend voor hun. Kijk, maar nu hebben ze hier dus wat meer ruimte... Zodat ze dus vanaf hier niet direct daar naartoe gaan. Maar dan moeten we hier ook eventjes aanstellen dat dit een douche is. Ja. Kijk, en dan gaat dit... Is gewoon mooi zo, want dan is deze... Hebben we ook nog een paar voor deze cellenblok. En voor de rest kan hier dan naartoe. Dus dat is wel makkelijk. Maar ik denk dat wij dan de volgende keer de honden gaan doen. Want dan moet ik nou toch nog op wachten. En ik ben al bijna een kwartier bezig. Dus ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Prison Architect. Als je het een leuke video vond, zou je dan een blauw duimpje omhoog willen geven. Dat helpt mij namelijk enorm. En de vorige aflevering was natuurlijk, of de vorige video was natuurlijk ook met greenscreen. Laat me ook eventjes weten wat jullie ervan vinden. Want ik kan wel mijn greenscreen aan de andere kant zetten. Maar dan is mijn microfoon, staat er zo raar. Snap je? Dan komt mijn microfoon dus van de rechterkant. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik hoop dat jullie dit natuurlijk een leuke video vonden. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Kalm!